Hoi, ik ben Anna van Terug naar Eden. Deze video gaat over werkzaamheden in de moestuin. Ik heb in eerdere video's wel eens uitgelegd dat het kweekgras vanuit de slootkant iedere keer weer tussen de bessenstruiken door het pad heen in mijn moestuin richting de groentevakken gaat. Ik heb in de winter altijd de kippen op dat gedeelte lopen waar de bessenstruiken staan. En die krabbelen natuurlijk al van alles ondersteboven. Dus mijn pad met houtsnippers ligt dan ook altijd door elkaar gekrabbeld. Dat moet ik dan natuurlijk weer aanvullen met nieuwe houtsnippers. Maar ik kom dan in de loop van het groeiseizoen altijd en eeuwig weer dat kweekgras tegen. Ik zal het straks buiten ook laten zien. Dat is gewoon een hele sterke grassoort met hele sterke puntige wortels. En dat boort zich door elke... Of een heleboel tegenstand boort het zich toch een weg en dan iedere keer heb ik het weer terug. Daar wil ik nu een barrière voor gaan creëren. Mijn man heeft Trespa meegenomen. Dat is materiaal wat goed tegen de weersomstandigheden buiten kan en niet 1, 2, 3 wegrot in de bodem. Dat ga ik voor een deel ingraven en dat ik ook nog een opstand randje houd. Waar ik dan het pad weer overnieuw kan bedekken met snippers. Dat de snippers op hun plaats blijven en hopelijk ook het kweekgras met de wortels in de slootkant zullen blijven. Daar ga ik dus vandaag mee beginnen. En ik denk dat vertel ik hier vast en ik weet ook weer niet hoe het zit met de wind. Dan is dat in ieder geval duidelijk hoorbaar en dan probeer ik dat buiten ook weer verder te laten zien. Hier voor je zie je de strook met het pad langs de slootkant. Van waar het kweekgras dus iedere keer richting mijn tuin groeit. Hier staat nu nog het net van de kippen rondom. Dat ga ik dus verwijderen zodat ze alleen maar dat stuk helemaal vooraan dicht bij hun eigen uitloop hebben. En dan ga ik hier beginnen eerst met de snippers die er nog liggen aan de kant harken. En dan een touwtje uitzetten waarlangs ik het trespa kan gaan plaatsen en kan gaan graven. En dan zou ik het wel weer laten zien. Kippen zijn natuurlijk van die geweldige dieren die het houtstrooisel of ander strooisel alle kanten uitkrabben. Ze hebben dat ook richting de slootkant gekrabd. Dus ik ga eerst dat houtsnippers een beetje terughalen. En dan doe ik dat ook rondom de bessenstruiken. Want die gedijen goed op een bodem met een basis van houtsnippers. Wat ik er hier tussenuit haal, dit zijn allemaal oude wortels van kweekgras. Ik zal straks ook een verse wortel opzoeken. Dit hebben de kippen dus allemaal al eruit gekrabbeld. Dit ligt bovengronds, dat ligt te verdrogen. Maar ik neem geen risico's om dit bijvoorbeeld op de tuin terug te gooien of in de kippenren terug te gooien. Want het is zo sterk, je weet maar nooit of dat er toch weer opnieuw uit gaat lopen. Dit gooi ik gewoon in de slootkant terug, daar groeit het. En dan kan het geen kwaad als het daar eventueel toch nog weet te overleven. Ik heb nu mijn pad vrij van de snippers geharkt. Dus ik heb nu de zwarte grond weer aan de oppervlakte. En nu ga ik hier langs de randen waar de dikke takken liggen. Waar rechts dan mijn groenteborden zijn. Hier langs op het pad er staan nog wat paardenbloemen. Nou, die hoef ik niet op mijn pad te hebben, want die heb ik hier in dit hoekje. Al genoeg staan en dan ga ik dan met de spitvork ga ik die eruit steken en als ik in de groentebordes een polletje met kweekgras tegenkom dan probeer ik die ook zo voorzichtig mogelijk eruit te steken. Ik gooi het gewoon allemaal richting de sloot.
heb met het onkruid wieden, tenminste voor zover je het onkruid noemt natuurlijk, ben ik een klein plantje speenkruid tegengekomen. Dat is een van de eerste plantjes die je in de slootkant ook terug kan vinden die bloeit. Het lijkt een boterbloem, maar speenkruid heeft een stervormig bloemetje en boterbloem heeft ronde blaadjes. Die heeft onderaan de wortels heeft hij van die hele kleine knolletjes, bijna een soort bloembolletjes in het klein. En als deze knolletjes blijven zitten, dan krijg je daar ook weer nieuwe plantjes uit. Het is een zodenvormende plant. En die ben je dus ook niet 1, 2, 3 kwijt als je dat niet secuur verwijdert. Dan heb ik hier een verse pluk kweekgras. Dat zijn hele lange, stevige, ja, zeg maar wit of licht gekleurde, dikke wortels. Die zijn echt heel sterk. En ja, dit is ook wel een beetje afgebroken, maar ik heb hier een klein beetje een voorbeeld. Zo'n uiteinde van een wortel. Hier is het uiterste puntje afgebroken. Van die uiteinde van die wortels, er zit gewoon echt een hele scherpe punt. En daar kunnen ze dus zo goed mee door allerlei ondergronden heen prikken en groeien. En als je dit gaat uitrieken met de spitsvorm, wat ik dus nu aan het doen ben met de paardenbloemen, en dan breekt een stukje af, ja, dan uit zo'n klein stukje wat in de bodem achterblijft, krijg je weer nieuw kweekgras. Dus kweekgras uitrieken is eigenlijk kweekgras kweken en dat wil je niet. Dus in de borders probeer ik het natuurlijk, omdat daar de grond ook lekker los is, zo zorgvuldig mogelijk eruit te trekken, dat ik daar geen restjes heb. En op het pad heb ik straks een andere oplossing. Die zou ik zo laten zien als ik klaar ben met het verwijderen van de paardenbloem langs de randen. Ik heb nu van achter naar voor eerst een touwtje gespannen. Ik weet niet of dat te zien is. Dat is niet helemaal recht, want dit midden blijft je ook even haken achter de struiken. Dan heb ik ongeveer even een richtlijn waar langs ik het trespaar wil gaan ingraven. Nu ga ik eerst die trespaarplaten hier naartoe halen. Die ga ik eens los er langs leggen en dan ga ik die erin maken. Ik heb even wat achtergrondherrie, want er rijdt hier volgens mij zo'n veegauto rond. Maar ik heb hier aan de rechterkant alle platen trespa klaargelegd die ik voor vandaag wil gebruiken. Ik wil die trespa ongeveer een centimeter of 5 boven de grond uit laten steken. Dus dan kijk ik even onderkant spa, onderkant trespa. Hoe diep ik ongeveer mijn spa moet steken om 5 centimeter over te houden. Moet mijn spa ongeveer tot hier in de grond steken. En dan steekt de trespa vanzelf ongeveer 5 centimeter boven de grond uit. En ik kan natuurlijk altijd een beetje grond extra eruit scheppen of een beetje grond toevoegen om het te corrigeren, zodat het er goed in komt te staan. Nou, het is hier geen strakke tuin, maar een tuin met organische lijnen. Het terrein bij ons loopt ook af. Daar in de verte waar de grote regenton staat en de kippenren is, daar is het hoogste. En waar ik met de camera sta, is het lager punt. Als je nu de trespa-platen allemaal waterpas wil gaan zetten, ja, dan is het net of dat ze er scheef in staan, omdat je terrein natuurlijk hellend is. Dus ik ga gewoon de lijn van het terrein volgen. Dan is het overal 5 centimeter boven de grond uit ongeveer. Ik heb nu het eerste stuk erin zitten. Ik heb de rubberhamer erbij gepakt en dan tik ik hem gewoon op de diepte die ik hebben wil.
De volgende plaat laat ik een klein stukje overlappen met de vorige plaat, zodat ik geen kleine kiertjes krijg waar die wortels van het kweekgras weer doorheen kunnen. Ik heb het in de vorige video's ook wel eens laten zien en verteld. Ik ben nou zover dat ik mijn touwtje aan het oprollen ben. De meeste mensen doen dat zo. Tenminste, ik denk dat de meeste mensen dat zo doen. Ik draai een soort van 8. En dan draai ik een klosje in slag. En dan draai ik een 8. En dan draai ik de klos in slag. En zo ga ik steeds verder. En dan krijg je dit patroon op je klos. En dat maakt als je hem dan zo beethoudt dat hij dan weer makkelijker afrolt als je hem weer nodig hebt. Als je hem zo zou oprollen, dan rolt hij heel lastig af en je krijgt vaak klitten in je draad. Ik ben nu zover dat alle trespaar platen die ik vandaag wilde doen langs de bessenstruiken staan. Nu ga ik mijn touwtje nog even verder oprollen en dan ga ik verder met het verdelen van de snippers. Ik wilde nog even zeggen dat ik dus een methode toe ga passen om niet te hoeven uitrieken. Want ik zei eerder in het filmpje, als je gaat uitrieken dan breek je de wortels van het kweekgras in stukjes en dan ben je kweekgras aan het kweken. Maar ik moest natuurlijk wel die trespaar platen ingraven, dus langs de grens van wat nu een schoon pad moet worden en de slootkant waar de bessenstruiken in staan. Dat stukje, ja, dat heb ik toch verstoord, zeg maar. Dus dat heb ik wel uitgerikt. En dat is ook wel belangrijk, want het is precies langs de grenzen die dan kwetsbaar zijn voor de techniek die ik toe ga passen. Ik heb daar materiaal voor nodig, het staat in de geitenstal, dus we gaan nog gelijk even kijken hoe het met de geiten is. Nou, daar ligt Peetje lekker voor het gat, naar buiten te kijken. Ik heb 2 geiten nu aan huis staan. Kijk, dan legt de eerste dikke dame. Met pijn en moeite ga ik maar opstaan. Ze zijn hoogdrachtig. Nou, met dat dikke lijf. Hey, ben jij zo zwaar? Of heb jij ook gewoon geen zin om op te staan? Lekker rekken strekken. Nou, het is nu echt de dagen aftellen voordat de eerste lammetjes komen. Even plasje doen. Nou, dan kan je gelijk mooi even de achterkant bekijken of er geen slijm uitkomt of dat er geen tekenen zijn van een naderende bevalling. Nou, zover is het nog niet. Je kan het natuurlijk ook zien aan de uien die dan vol gaat schieten met biest. Dat kwam 24 uur voor de geboorte nog gebeuren. Dus dat kun je dan pas een dag van tevoren soms pas zien dat zover is. Dan hebben we ook nog Suus, maar Suus is denk ik buiten. Hè? Dus even kijken, die ligt dan in. Suus, die is hier. Nou, dus een van de volgende filmpjes die zou waarschijnlijk gaan over de eerste lammetjes die hier weer geboren zijn. Beetje bukken, anders kom ik er denk ik niet op. Ik heb flink wat materiaal gespaard. Dit zijn lege zakken van het voer wat ik gebruik. De lege zakken van het graan, die kan ik, als ik ze heel heb, teruggeven aan de leverancier. En deze zakken ga ik allemaal gebruiken om op het pad neer te leggen. Ik snijd de papieren zakken open, dat ik het juiste formaat heb. En dan doe ik de gekleurde kant naar de aarde en de bruine kant naar boven. Dan zie je er niet zo heel veel meer van. Ik maak een overlap van de een naar de ander, zodat daar geen kieren ontstaan waar weer onkruid erheen kan groeien. En dan gaan de houtsnippers er bovenop.
Dit is een pad, dus hier hoeft straks niks meer op te gaan groeien. Maar als je op deze manier een tuin gaat inrichten, dat heb ik met de rest van het terrein ook gedaan toen we hier begonnen, dan blijft de vruchtbare laag die je wil gaan gebruiken om je groentes te telen, die blijft in orde. Je hebt het bodemleven niet verstoord. Het onkruid wat eronder zit, dat sterft af. Tenzij het heel sterk wortelonkruid is, wat vanuit de wortel er toch op den duur weer doorheen komt. Dus daar moet je wel even op letten dat je ergste, sterkste, zoals een paardenbloem, dat je die eruit steekt. Je kunt ook eerst het op deze manier doen en dan kijken wat er nog eventueel doorheen komt, later uitsteken. Maar dan, dan bewaar je dus de vruchtbare toplaag zonder dat je dat verstoort. Het karton dat verteert op den duur, dat trekt ook wormen aan, die wil je ook in de groentebedden hebben. De snippers of het andere mulch die op je moest staan gebruikt, dat composteert. Dus van bovenaf heb je ook bemesting. En zo kun je dus hele stukken klaarmaken. Dus ook bijvoorbeeld een gazon kun je op deze manier ook afdekken en er een groentetuin van maken. Je trapt de eerste laag snippers goed vast aan en dan doe je er nog een laag overheen. En het voordeel is dat je er ook direct overheen kan lopen. En, dus direct een bruikbaar pad hebt. Nou, ik ben voor vandaag een heel eind gekomen. Ik heb mijn doos met papieren zakken helemaal leeg kunnen maken. En hier zie je het resultaat. Ik ga morgen weer even verder. Hier het laatste stukje. Dan kwam ik nog een stukje papier tekort. Kan ook met golfkarton of oude kranten. En dan is het verder even wachten totdat het seizoen weer zover is dat de kippen in de sloot gaan. Dan gaat dit net hier weg en dan lopen ze ook niet meer in dit gedeelte van de bostuin. Wat hier ook een voordeel van is, is dat ik nu hier ook goed kan zien wat nog gras is, wat hier eventueel tussen staat. Nou, je ziet wel hoe kippen dat ontzettend ondersteboven kunnen spitten, maar het lijkt misschien stuk, maar de ondergrondse wortels van de planten die hier stonden, die zitten er allemaal nog. Dus dit wordt straks gewoon allemaal weer begroeid met groen. Nou, tot zover het filmpje en het wordt weer vervolgd. En als het zonnetje dan zo lekker schijnt, dan ga je lekker rollenbollen. Hé? Hey? Oh, wat heb jij toch een mooi leventje. Wat heb jij toch een mooi leventje. Vaak als ze zo in een rollenbolbui is en je aait, dan wil ze ook nog wel weer spelen. Kijk maar. Oh, dan gaan we likken. Ze heeft een kras op haar neusje. Ze heeft ruzie gehad met de kat van de buren, denk ik. Nou, we hebben er weer heel mooi weer bij. Ik ga dat laatste stukje in de karton zetten en daar de snippers overheen doen. En dan wil ik ook mijn bloembakken voor weer even op gaan knappen. Ik heb nu ook het laatste stukje wat ik wilde doen, karton eronder in de snippers gezet. Ik heb nog wat snippers over, die ga ik hier gewoon nog even op de paden verdelen waar het wat dunner ligt. Hier zie je een van mijn groentevakken en daar is het strooisel wat erop ligt al best wel grotendeels verteerd. Je ziet hier ook alweer zwarte aarde aan de oppervlakte. Dat doen ook wel mollen en als de merel voorbij komt, die zit erin te vroeten. Kan je hier ook zien. Komen dan allemaal stukjes zwarte grond bovenop. Dus de stukjes waar het dun is, ik moet mijn kippenhok nog uitmesten. Dan ga ik even de mest uit de kippenhokken op de groentebedden verdelen. Zo leuk. Ik heb natuurlijk verleden keer een filmpje gemaakt over de vogeltjes die al zingen. En dan zit daar een koolmeesje te zingen. Zo leuk om te zien hoe in die paar jaar tijd dat we hier wonen van een kaal grasveld, wat het was, deze tuin hebben ingericht.
En hoe de vogeltjes daarop reageren en hoe we ja, eigenlijk jaar na jaar iedere keer meer soorten in onze tuin zien. Verleden jaar hebben we ook een koolmees nestje gehad. Dus ik hoop dat het dit jaar weer gaat gebeuren. Wat ik ook nog even wil laten zien. Ja, ik kom natuurlijk die kat ook weer tegen. Och, en mijn rollenballen. Hey, geniet jij ook zo van het lekkere weertje dan? Hai, geniet je zo van het lekkere weertje? Ik heb hier mijn warme bak. En die slaapplanten die gaan best heel hard. Maar je ziet nu ook dat hoe dat de zon erop staat, dat het vochtig is. En dan kun je ook schimmel gaan krijgen. Dus het is ook even goed om te luchten. Zeg maar als het in de kast boven de 10 graden gaat worden, dan kun je het al hebben. Ik heb er een plank los in staan. Die zet ik hier dan tussen. En dan creëer ik wat airflow. En dan is het natuurlijk wel van belang dat ik dat voordat het donker wordt weer dicht doet. Want 's nachts kun je weer nachtvorst hebben. Kijk maar eens hoe mooi hard of dat gaat. Er zat ook alweer gras tussen. Dus ik kan hier ook weer aan het onkruid wieden. En ik denk dat ik hier... Ja, ik dacht eerst dat het een mol was. Maar er kan ook alweer een rat wezen die hier in mijn bak zit. Die zit dan natuurlijk ook droog en lekker warm in de winterperiode. Dat is dan weer wat minder. Nou, ik ga weer even verder met de snippers verdelen. Nou, de kippen doen zich weer te goed aan het beetje onkruid. Dit is een beetje onkruid en gras en paardenbloem vanuit de helft van de moestuin. Het is niet veel, maar hebben ze in ieder geval wel weer wat te doen. Thank you.
het kippenhok uitmest en ik zet die emmers daar neer, maak ik alvast altijd een beetje een kuiltje. Want ik doe die kippen ook, die zit altijd te draaien. Dus maak dat kuiltje alvast een beetje klaar en dan blijft het ei ook mooi in het midden liggen. Die stenen doe ik erop, omdat anders die emmers wel eens willen omvallen als ze via de emmer op de stok springen. Kijk, zo ziet alles er weer netjes schoon uit. En dan krijg je natuurlijk ook schoner eieren uit je hok als dat alles ondergepoept is. Ik leg er altijd een nep-ei neer. Dan motiveert het een beetje wat de bedoeling is als je hier kip bent. En soms helpt het ook als je er meerdere van die nep-eieren neerlegt. Als ze de eieren stuk willen pikken, ja, een stenen ei krijgt natuurlijk een stuk gepikt. Dan houden ze ook op aan de goede eieren te pikken. Nou, ik heb nu weer een mooi voorraadje in mijn kruiwagen zitten. En dat kan ik weer op de tuin verdelen op de plekjes waar het dun is. Jullie zien nu twee kruiwagens in beeld staan. De voorste, daar ligt mijn zeef weer op. Die achterste, daar zitten de houtsnippers in. Ik wil nu iets fijner materiaal hebben, dus ik ga dat door de zeef heen doen. En dat fijnere materiaal wil ik dan op de bloembak voor het huis gaan doen. Nou zijn deze snippers nog niet zo gecomposteerd, maar als je het langer op de hoop laat liggen, dat het verder is met composteren en je zeeft het op deze manier door zo'n zeef heen, hetgeen wat je dan onder de zeef krijgt, dat is dus al hele mooie compost wat je ook op je groentebedden kunt gebruiken. Ik heb nu genoeg fijn materiaal om de bakken te gaan vullen. Nou, zo ziet het er nu uit.
Ik heb nog wat van het fijne materiaal over. Dat is ook mooi om in de kruidenspiraal te gebruiken. Hier staan ook houtachtige kruiden in. Zoals dit. Dit is geen citroen. Citroenkruid heet het. Ik wou citroengras zeggen. Dat is natuurlijk echt een houtachtige struik. Maar zoals dit materiaal en tijm. Dat kan ook wel een bodem gebruiken. Wat uit houtsnippers bestaat. Houtachtige gewassen kun je een mul geven van houtachtig materiaal. En niet houtachtige gewassen, zachte gewassen kun je een mul geven van zachter materiaal. Zo kun je het beste onthouden. Omdat mul van een houtachtig materiaal geeft schimmels in de bodem. En houtachtige gewassen gedijen op een bodem waar een hoop schimmels in zitten. En zachte gewassen gedijen in een bodem waar meer bacteriën in zitten. En dat krijg je als je een zachte mul gebruikt. Dus dit ga ik nu nog verdelen. Straks ook weer de tijd dat ik de kruiden ga snoeien, omdat we een zachte winter hebben gehad, is hieronder de citroenmelissen nooit helemaal afgestorven geweest. Ik zei in een eerdere video, ik snoei voor de winter uit, niet als gelijk alles weg, omdat diertjes ook nog een plek hebben om zich erin terug te trekken. En dit materiaal wat ik er hier afhaal, kan ook nog iets zaad in zitten, dus daar moet je wel rekening mee houden. Wat ik doe, is dat ik dit ook kleiner breek. En dat leg ik dan weer rondom dat kruid neer waar ik het afgehaald heb. Als er dan zaad in zit, komt het altijd in de buurt zeg maar, van hetzelfde kruid terecht. Daar wil je het toch laten groeien, dan is dat niet zo erg. Dat noemen ze in de permacultuur chop and drop. Zeg maar knippen en laten vallen. En dat kun je dus met heel veel gewassen zo doen. Zo ziet de cirkel er nu uit. Kijk, die citroenmelisse die heeft de hele winter door groene blaadjes helemaal onderin de struik gehad. Ik heb er hier nog één staan. Kom hier voorbij de bieslook, die staat er ook allemaal groen bij. En dan staat er ook nog een kerryplant in. En die dode, droge uiteinden, die ga ik er ook afknippen. En hetzelfde doe ik met deze struik. Je ziet hier aan de puntjes van de takken dat er al kleine groene uitlopertjes aankomen. En ik wacht nog even met snoeien van deze struik. Nog even een week of zo of anderhalf, want ze hebben nog wat vorst opgegeven. En dan ga ik hem best wel een stuk inkorten, want hij is wel heel erg groot. En dan moet je even kijken, als je hem snoeit, dat je hem nooit lager snoeit dan het groen wat erop zit. Je moet altijd even kijken, waar zie ik nog wat groen op zo'n tak zitten. Nou, en dan boven het groen, zoals bijvoorbeeld hier. Boven het groen, daar knip je hem dan terug. Want anders heb je kans dat je onder je struik helemaal niks meer krijgt. Omdat je hem te ver teruggesnoeid hebt. Niet snoeien is ook geen optie, want dat zie je nu ook al een beetje gebeuren. Gaat alleen maar bovenin nieuwe takken maken, nieuw blad maken. En onderin wordt hij steeds dikker en steeds kaler. En dat wil je eigenlijk niet. Dus altijd een deel terugsnoeien en zorgen dat er voldoende groene puntjes onderin je kruid zichtbaar blijven. Dan zit je
niet te diep met het snoeien. Je ziet nu ook de verschillende materialen. Dit zijn de resten van de citroenmelisse, dat is dus wat houtachtiger. Hier zie je de resten van de biesloop van verleden seizoen. Dit is wat zachter materiaal, dat zou je kunnen vergelijken met hooi of stro. Dat legt dus ook rechts en links van de nieuwe bieslook. En zo liggen hier dus verschillende materialen. In het seizoen bemest ik ook. En dan gaat er gewoon weer konijnenmest overheen. Of wat zaagsel met wat kippenmest er doorheen. En dat ga ik er niet doorheen mengen, maar dat ga ik gewoon rondom de planten doen. Over de laag mulch heen die er al ligt. Dus het is nooit één en hetzelfde soort mulch. Dat is wel belangrijk dat je dat afwisselt, want anders krijg je een eenzijdige voeding, zeg maar. En die planten hebben wel verschillende dingen nodig. Datzelfde principe van verschillende mulchlagen, dat pas ik ook hier in het stuk bostuin toe. Hier staan dus mijn fruitbomen. En hier aan de rechterkant mijn aalbessenstruiken. Dat zijn dus ook allemaal houtachtige gewassen. De braam die staat daar nog tussenin tegen de konijnenhok aan. Dat is natuurlijk ook een houtachtig gewas. Dus de meeste planten die hier voor het eten zijn, zijn eigenlijk houtachtige gewassen. Dus toen ik dit stuk begon, is dat helemaal in zijn geheel in de houtsnippers gegaan. Daar heb ik verschillende kruiden tussen gezet. Daar heb ik ook wel eens in een vorig filmpje verteld over de gildebeplanting en waarom ik dan bepaalde kruiden bij bijvoorbeeld een fruitboom zet. Dat zijn natuurlijk, hier de ossetong is natuurlijk gewoon een zachte plant, dat is weer geen houtachtig gewas. Dus die zou je dan ook weer een andere mulchlaag moeten geven. Maar de hoofdzaak is hier dus de fruitbomen en de fruitstruiken. Dus de hoofdmoot van de mulchlaag op dit stuk zijn houtachtige mulchmaterialen. In dit geval dus ook weer houtsnippers, maar ik pas dus ook hier het chop en drop weer toe. Als ik uitgebloeide vaste plant heb, zoals je hier ziet, de verbena. Als straks de vorstperiode echt achter de rug is, dan snoei ik dat mooi bij de grond toe af, boven het nieuwe groen. Dat maak ik klein, dat hoeft niet eens heel fijn, in een bos is het ook niet allemaal fijn. En dat doe ik gewoon rondom de plant. Dan heeft hij zijn eigen soort mulch direct tot beschikking. En hier zie je dus ook allerlei verschillende soorten mulch door elkaar heen liggen. Ik heb nu de fruitbomen, dat heb ik verleden keer al gedaan, een beetje stalmest gegeven van de kippen en de konijnen door elkaar. Bij deze boom zie je dat nog, dan zie je het zaagsel, kun je er nog wel herkennen. Daaronder zit gewoon een laag houtsnippers. De rest van de tuin hier, wat een beetje dun was met mulch, heb ik overal weer wat houtsnippers overheen gestrooid. Maar je ziet dus ook bijvoorbeeld een oude tak van het bramensnoeien. Die ligt hier gewoon nog in zijn geheel. Doe ik expres. Nou, hij is wel te breken inmiddels, zo droog. In het bos zie je ook stukken tak liggen, kleinere materialen, grotere materialen. En dat boots ik dus in dit stuk ook na. Daar krijg je dus hele mooie bacteriën en schimmels van in je grond. Nou, het is leuk om te zien hoe de tuin ontwikkelt. Heel bewust heb ik ook een aantal bloembolletjes. Ik wil er eigenlijk nog wel veel meer, want het is altijd zo gezellig natuurlijk. Als het voorjaar wordt, dat die eerste bloembolletjes alweer naar boven komen. Hier een beetje bedolven onder de houtsnippers. De krokussen bloeien hier al. Hier ook de eerste. Staan ook nog narcissen en hyacinten en tulpen. Maar daar is het nu nog te vroeg voor. Die moeten dus allemaal nog komen. En dat doe ik dus ook bewust omdat straks de hommels wakker worden. Die willen natuurlijk nectar gaan zoeken. En als je dan in de buurt van je fruitbomen en je fruitstruiken al allerlei bloembolletjes hebt staan die al vroeg bloeien, dan heeft zo'n hommel ook direct wat te eten. Hier zie ik al de rosetten van de hyacinten komen. Dus het gaat allemaal niet meer te lang duren. Dan staat het straks ook in bloei met hyacinten, tulpen en narcissen. Ik wil nog iets laten zien over de bessenstruiken.
Ik heb hier een zwarte aalbessenstruik. Op een gegeven moment krijg je van die takken die zo laag bij de grond liggen. En dan een bessenstruik die gaat dan vanuit de onderkant gaat die weer wortels maken. Als die blijvend in contact is met de bodem en dat wordt een nieuwe plant. Dat kan wenselijk zijn, dat kan ook niet wenselijk zijn, maar ik heb dat wel laten gaan. En hier heb ik dus zo'n nieuwe plant die zich gevormd heeft van een tak die continu in contact blijft met een bodem. Verderop in het stuk waar nu de kippen lopen, daar heb ik een die doet het niet zo heel goed. Dus als straks het voorjaar echt aangebroken is en ik heb een mooie vorstvrije dag, dan steek ik deze jonge plant eruit. En zo kun je dus ook je eigen bessenstruiken kweken. Dat gaat ook heel goed met bramen. De Japanse wijnbes is helemaal een kampioen erin. Dus dat is ook wel leuk dat je op die manier ook kosten kan uitsparen. Je moet wel wat geduld hebben, gaat natuurlijk een seizoen overheen. Zo kun je dus je eigen plantjes kweken. Ik sta hier bij de bak met blauwe bessen. Er staat hier nog wat knoflook tussen. En dat heeft het al die tijd nog gedaan. Dus die moet ik er ooit nog weer eens een keer tussenuit gaan halen. Dat herken ik dan bijna niet tussen de klaver die er ook staat. Die klaver is er spontaan gekomen. Die heb ik ook zijn gang laten gaan omdat klaver een stikstofbinder is. Dus die haalt stikstof uit de lucht en dat bindt hij aan de wortelknolletjes. Waardoor de blauwe bessenstruiken ook kunnen profiteren van de bemesting die de klaver doet. Maar om de zoveel tijd, ondanks dat de bodem natuurlijk hier wel bedekt is met klaver, geef ik rondom de bessenstruiken ook weer een cirkeltje van verse houtsnippers. Omdat dat weer een houtachtig gewas is. Dat is ook zo bij dit stuk. Hier staat nog van alles oude, uitgebloeide, eenjarige en ook vaste planten. Die ga ik op den duur ook allemaal snoeien. Ik heb hier ook al dat chop-and-drop principe toegepast. Hier zie je allemaal hetzelfde materiaal van de planten al op de bodem liggen. Nog niet zo heel dik, maar het staat hier straks zo vol met beplanting dat op die manier de bodem ook bedekt is. Kijk, de bodem kan natuurlijk ook bedekt zijn door beplanting. Dat hoeft niet altijd een mulliglaag te zijn. Nou, hier had ik het laatste nieuwe stukje er nog aan toe kunnen voegen. Daar heb ik ook een keer gemengde mest neergelegd. En hier zat een vlinderstruik. Nou, omdat we zo'n zachte winter hebben gehad, is die vlinderstruik helemaal niet terug afgestorven, zeg maar, in de rust gegaan. Hoe dat normaal wel zou zijn, als er echt goede vorst geweest zou zijn. En de vlinderstruik snoei je terug nadat je de vorstperiode achter de rug hebt. Dus dat moet hier ook nog gebeuren. En ook rondom de vlinderstruik geef ik ook weer een nieuw laagje houtachtige mulch. Omdat het ook weer een houtachtig gewas is. Hetzelfde met de josterbes die ernaast staat. En in het hoekje staat nog een hortensia. Ook allemaal houtachtige gewassen. Dat geldt dus ook voor je eetbare planten, maar ook voor je sierplanten. Dus dat hele stukje hier aan de andere kant van de vijver, daar kan ik gewoon weer wat nieuwe houtsnippers toevoegen. En dan kunnen ze er allemaal weer een poosje tegen. Nou, ik zit hier even uit te rusten van al het werk. Ik heb een fruithap klaargemaakt. Lekker vier soorten fruit, pruim, bes, aardbei en framboos met kefir. En een stukje verse banaan. Om de fruitzuren van mijn gebit af te spoelen. Een kopje kruidenthee. Ik heb mezelf verwend, want ik heb er een klein beetje stevia bij ingedaan. Dit is citroen, melisse en munt. Gedroogd dan van afgelopen seizoen. En ik heb een groene salade uit de tuin gehaald. Heel klein beetje bieslook. Moet natuurlijk nog zuinig op zijn, want dat moet nog groeien. De eerste blaadjes vers van de citroenmelissen. De eerste madeliefjes die ik kon vinden. Een klein kropje sla wat op de verkeerde plek groeide. En dan een heleboel veldsla. En onderin nog de bladeren van brave Hendrik. Wat jong paardenbloemblad zit er nog in.
Nou, als ik mijn fruit op heb en mijn thee op heb, dan moet ik als een speer de vaat gaan wassen, het eten voor vanavond klaarmaken, stofzuigen, de dieren verzorgen. En als dan het eten op is, weer een vaat wassen, dan ben ik pas klaar. Dus ik heb nog wel even wat te doen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat je allemaal met mulch kan doen, dat je er weer wat van hebt geleerd. Bedankt dat jullie voor het kijken. En misschien weer tot de volgende keer op mijn kanaal. Tot ziens!